In deze variant op de klassieke parmentier vullen we onze ovenschaal met laagjes groente, koolvis en puree. Het voordeel? Je kan alles de dag voordien klaarmaken. De dag zelf moet je het gerecht alleen nog gratineren. Eerst koken we de aardappelen. Voor puree neem je het best zacht kokende aardappelen. Die kook je ongeveer 20 minuten in licht gezouten water. Daarna mag je ze pureren. Nu warmen we de melk op. Wanneer die begint te koken, haal je de kookpot van het vuur. Leg er de koolvishaasjes in en laat ze ongeveer 10 minuten garen in de hete melk. Door de vis te pocheren in melk, blijft die mooi wit en zacht. We laten de koolvis even uitlekken en houden de helft van het kookvocht bij voor straks. Tijd voor de volgende stap. We stoven de diepgevroren groenteblokjes ongeveer 5 minuten in wat olijfolie. Met deze mengeling van wortel, knol, selder, prei en ui is ons gerecht nog sneller klaar. We bestrooien de groenteblokjes met een eetlepel bloem om alles mooi te binden. Meng goed en voeg het kookvocht van de vis toe. De saus brengen we op smaak met mosterd, zout en peper. Laat nog een paar minuten sudderen op een zacht vuur. Nu gaan we onze gratin samenstellen. Eerst verdelen we de groentesaus over een ovenschaal. Daarna is het de beurt aan de koolvishaasjes. Nog een laagje geraspte kaas en tenslotte de puree. Strijk de puree glad met de mes. Voor een mooi effect kan je er wat golfjes in maken. Zo, nog enkele klontjes boter erop en daarna mag onze schotel in de voorverwarmde oven op 200 graden. Zo, helemaal klaar. Aan tafel. Een witte chardonnay past perfect bij vis. Deze droge, krachtige Duc de Lerme is een uitstekende keuze. Smakelijk. Dit recept vind je ook op onze nieuwe app. Download My Colruyt in de App Store of via Google Play. Van daaruit voeg je de ingrediënten makkelijk toe aan je digitale boodschappenlijstje.